Ja. Uh, dames en heren, um, uh, welkom bij de derde presentatie. Um, uh, ik ben Doris van Meverginis. Ik werk als uh, PhD-onderzoeker op dit moment in het kader van het MD PhD-traject uh, bij de afdeling cardiologie hier in Thumps uh, Maar uh, nou, mijn klinische les gaat over uh, een casus dat ik heb gezien tijdens mijn semi heart uh, in het uh, uh, Nijmsmiddags Ziekenhuis in Trachten. Het betreft een um, uh, 52-jarige vrouw uh, die werkt als thuiszorgverpleegster. Um, en de reden van komst uh, was uh, sinds zes, zes dagen toenemende kortademigheid, uh, droge hoest uh, en vermoeidheid. Um, uh, de dag ervoor um, uh, werd ze door de huisarts gezien vanwege de kortademigheid bij inspanning. Uh, en ze heeft een pufje, een salbutamolpufje gekregen van de huisarts, maar dat uh, uh, had geen effect, helaas. Um, nou in de dag van komst kwam ze met de ambulance op de spoed vanwege kordademigheid ook in rust. Dus het werd uh, erger bij deze vrouw. Nou, uh, de ambulance geeft altijd een overdracht als ze de patiënt brengen. Um, nou, uh, uh, dus we, we kregen te horen dat uh, nou, mevrouw kon in volledige zinnen praten. Dat geeft aan hoe, hoe ernstig de kordademigheid is, eigenlijk. als je uh, in volledige zinnen kan praten. Uh, qua vitale functies, um, nou, ze hadden een zuurstofassociatie van 60%, wat erg laag is. Maar volgens de, uh, um, de ambulancebroeders was het mogelijk een apparatuurstoring. Kom ik later op terug. Um, een regelmatige hartslag van 130 30 per minuut. Het uh, is hoog en uh, verder een uh, wat hogere temperatuur van 38. En uh, echt boven de grens voor korts. Um, ze heeft ook uh, een verneveld uh, ipratropium en sabutamolbehandeling gekregen van de ambulance, maar dat uh, liet ook geen effect zien, helaas. Uh, ehm, van voorgeschiedenis uh, uh, roken, uh, een jaar geleden gestopt. Um, hoge bloeddruk, uh, waarvoor geen behandeling. Uh, en een matige die ook geen behandeling daarvoor. En uh, het belangrijkste van het verhaal: rheumatoïde atritis is een auto-immuunziekte. Uh, waarvoor een uh, onderhoudsbehandeling wordt gebruikt met Adalimumab, uh, het is een monoclonal antili antilichaam tegen TNF-alpha, uh, metotrexaat en hydroxychloroquine. Um, nou, uh, bij anamnese, ik kan niet alles uh, vertellen hoor, maar nou, het belangrijkste punt, de laatste dagen ook uh, last van koude rillingen gehad. Um, uh, ze heeft geen recente reizen gegaat, uh, gemaakt um, en uh, uh, ook geen contact met vogels. Waarom dat belangrijk is, kom ik ook later op terug. Uh, nou, uh, bij een patiënt met uh, mogelijk levensbedreigende ziekte beginnen we altijd met een ABCDE-beoordeling. We beginnen altijd met een inspectie. Uh, inderdaad zagen we ook een uh, enigszins kortademige vrouw, niet een heel zieke indruk. Uh, ze kon uh, onafhankelijk bewegen. Bij de E van Airway, een vrije luchtweg, um, uh, B e van breathing uh, uh, en verhoogde ademhalingsfrequentie. En nogmaals, zuurstofsaturatie zuurstof saturatie was onmeetbaar, ook met ons apparaat. Uh, en bij de had ze ook um, uh, bibasale cryptaties tot halverwege boven uh, in de uh, longvelden. Safer circulation, uh, verhoogde uh, hartslag, um, uh, normale bloeddruk um, uh, en uh, regelmatige pols, uh, normale harttonen. En uh, ook een verhoogde temperatuur bij aankomst op de spoed. Nou, we beginnen altijd met uh, bloedgassen bij dit soort mensen. Uh, want okay, uh, als de saturatie niet meetbaar is, is uh, er mogelijk iets aan de hand. Um, nou, arteriële bloedgrachtsanalyse uh, liet iets zeer donkers zien bij het bloed. Uh, en toen dacht de verpleegkundige die dat deed... Uh, nou, dat, dat, dat klopt niet. Dat is waarschijnlijk een veneus bloed, dus geen arteriële bloed. Dus ze heeft het nog een keer herhaald bij een andere prikspunt. Nog een keer heel donker bloed. En een derde keer gemaakt. En nog een keer do heel donker bloed. Dus uh, de patiënt leek niet extreem kortademig. Dus iedereen dacht van, oké, okay, wat, wat gebeurt hier? Ehm... Um, maar de resultaten waren uh, inderdaad echt heel serieus. De uh, zuurstofsaturatie was 45%, die is heel laag. Dus de apparatuur het was zo laag dat de apparatuur niet eens kon meten. Um, uh, de partiële druk van uh, zuurstof ook, was ook heel laag. Uh, uh, met um, uh, een beetje verlaagde uh, CO2-partiële druk, um, en uh, een beetje verhoogde per H. Uh, dus, op basis van deze gegevens hebben we uh, gezegd dat dit een, uh, hier sprake was van een type 1 respiratorie insufficiëntie. Dat wil zeggen dat uh, zuurstofverhalte heel laag is in het bloed. Um, er was ook sprake van een acute respiratoire alkalose zonder compensatie van de nieren. En dat is een um, uh, zuurbase, homeostase of ja, balansprobleem. Uh, um, uit bloed- en nierenonderzoek kwamen ook interessante bevindingen uit. Um, uh, met name uh, de witte bloedcellen waren uh, sterk verhoogd. Met 22 kunnen jullie hier zien met de normale waarden aan de rechterkant. Uh, nou, met, uh, met de neutrofiele predominantie, dat wil zeggen een acuut inflammatoire reactie uh, op iets. Um, nou, uh, bij de de natrium was een beetje verlaagd. En wat, we ook, uh, wat ons ook opviel was dat uh, uh, het, uh, heel veel um, waarden van, van de leverfunctie waren verhoogd. En de albumine, dat is uh, voornamelijk eiwit uh, in het bloed, dat was heel laag. Um, met ook een CRP, dat, was, dat is ook een indicatie van een acute re inflammatoire reactie. Met wat hier zouden we, zouden we zeggen: een torenhoog CRP, dat is de definitie. <laughs> um, dus ja, er is, er is wel iets aan de hand met deze mevrouw. Uh, wat ook opviel, is dat in de urine ook uh, verhoogd eiwit was. Dus. We hebben het laag eiwit in het bloed, hoog eiwit in de urine uh, en een, een acute inflammatie. Dus die eiwit gaat ergens naartoe. Wat uh, is ALP, uh, um, uh, fosfatase, is dat. Het is een lever in de Bij aanvullende diagnostiek hebben we een hartfilmpje gemaakt. Uh, met de gedachte van uh, het uitslaten van uh, longenbolie mogelijk en of uh, myocardinfarct. Uh, hier zagen we een sinusritme, dat uh, is een voorbeeld ECG, ik, ik had het ECG van mevrouw helaas niet meer, uh, maar uh, hier zien we precies wat ik hier beschrijf, uh, hartslag van uh, rond de 130 met normale geleidingstijden uh, en uh, geen STT of dat wil zeggen dat geen uh, aanwijzing was voor een acute tekort aan bloedvoorziening. En geen uh, ventriculair streempatroon, dat zien we soms bij uh, longenbolie. Dus dat hebben, we, dat hebben we niet gezien. Uh, we hebben ook diagnostiek gedaan voor uh, uh, COVID, SARS-CoV-2 en influenza virus. Dat die waren allebei negatief. Dat was trouwens anderhalf jaar geleden. Dus uh, in die tijd, de vaccinatie was net begonnen. Dus uh, was, waren we waren ietsjes meer voorzichtig met COVID. Uh, bij de torxfoto. Dit is de normale torxfoto aan de linkerkant. En dit is wat we uh, hadden bij deze patiënt. En uh, wat we hier zien is aan beide kanten een heel um, uh, wazige longvelden, uh, zou ik het zo noemen. En uh, nou, medisch gezien is dat uh, diffuse bilaterale consolidaties, uh, zo zouden we dat noemen. Uh, tot eigenlijk heel groot, hoog aan beide kanten met relatieve sparing van de, de rechtsboven in de long. Uh, daar ziet het een beetje meer uh, zwart uit. Uh, dus in samenvatting, we hebben een griepachtig syndroom met koorts, droog, hoest en kortademigheid bij een immuun gecompromiteerde patiënt. Um, diffuse longafwijkingen, beiderzijds uh, gepaard met een lage uh, zuurstof-bloedgehalte. Uh, en verhoging van leverfunctiewaarden uh, met lage albumine, ook een beetje verhoogd in de nieren. Um, op basis daarvan hebben we een mogelijke werkdiagnose gesteld van atypische pneumonie uh, met lever- en nierbetrokkenheid. Uh, met daarbij ook uh, het acute respiratory distress syndrome. Uh, en, nou, en met atypische pneumonie zijn er heel veel verwerkers mogelijk. Um, in, in dit geval vanwege de, uh, uh, de immunocomprimenteerde status van de patiënt. Uh, nou, meest waarschijnlijk uh, wordt dat door pneumocyste Giovecchi veroorzaakt. Dus dat was de werkdiagnose op de spoed. Um, wat hebben we gedaan bij deze patiënt? Uh, we hebben zuurstof toegediend uh, met 15 liter per minuut. Dat is echt het maximum dat we kunnen toedienen zonder uh, een masker. Uh, nou, met O2-saturatie uh, ietsjes meer omhoog gegaan, maar nog, nog steeds niet optimaal. Dat moet boven de 95 zijn. Uh, nou, de longarts en de intensivist werden in consult gevraagd. Uh, we hebben uh, uh, een IC-opname geregeld, dat is mevrouw. Uh, we hebben sputumkweken en een re uh, ingezet voor uh, mogelijke verwekkers. Um, en uh, we hebben nog medicatie gestart, nadroparine, voor uh, uh, preventie van uh, trombose... En uh, empirische behandeling met antibiotica. En wat betekent dat? Empirische behandeling, als we niet weten wat het verwekker is... kunnen we niet gericht, doelgericht therapie toedienen. Uh, dus we moeten beginnen met iets. En dan als we, weten, als we meer weten, dan uh, kan dat uh, aangepast worden. Dus het beloop. Uh, de patiënt werd direct geïntubeerd bij aankomst op de EC. Uh, met 50% zuurstof toegediend via positieve drukventilatie. Dus dat, dat betekent dat ze heel ernstig ARDS had... En ze heeft ook volume status gekregen met de ringere lactaat. Uh, hier ga ik ietsjes meer over uitleggen. Uh, als we kijken uh, naar de luchtwegen... Um, hier hebben we de luchtpijp. En dat, dat, wordt, uh, um, nou ja, dat uh, wordt kleiner en kleiner... En kleiner naarmate we uh, uh, meer distaal gaan in de longen. Um, en uh, uiteindelijk uh, komen we bij de uh, alveoli terug. Uh, hier wordt de gaswisseling uh, gemaakt in de longen... Um, nou, wat is het probleem met deze patiënt? Als je een heel ernstige inflammatoire reactie hebt uh, vanwege, uh, uh, nou, in dit geval, een uh, 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 bacterie. Uh, wat gebeurt is dat uh, het immuunsysteem wordt geactiveerd. Het endothelische systeem, dat is de binnenkant van de bloedvaten, uh, uh, gaan de bloedvaten eigenlijk open. Dus wat gebeurt is, uh, vocht en eiwit uh, van het bloed gaan buiten naar de weefsels. Gepaard met um, immuuncellen. Um, dat kan problemen veroorzaken in de gaswisseling. En uh, dat is de reden waarom we hier met extra druk het zuurstof in willen persen bij deze bevrouw, want anders komt het niet uh, terug uh, in de circulatie. Um, Trouwens, hier hebben we materiaal genomen met wat een bronchovioleur lavaas wordt genoemd. En dat is eigenlijk, uh, het, uh, als de patiënt geïntubeerd is, kun je met uh, vocht inspuiten en dat weer terugtrekken. En daardoor uh, krijg je materiaal genoeg om te, te kijken, uh, uh, zit er een, uh, een bacterie erin, een virus? Um, en uh, uh, interessanter nog, uh, dit kwam positief terug naar een heel uh, grote... Uh, uh, een collectie van testen, uh, positief voor uh, chlamydia psittaci. Uh, dat is een heel uh, nou, zeldzame verwekker, zou je kunnen zeggen. Um, dus wat werd ervoor gedaan? Um, uh, de diagnose psittacosis psytacosis pneumonie met extrapulmonale manifestaties werd gesteld. En uh, uh, oorspronkelijke suffroxime, uh, dat is een antibioticum, werd vervangen door doxycycline, dat is de gouden standaard voor behandeling bij deze patiënt. Uh, vervolg. Um, uh, uh, deze mevrouw uh, werd, uh, nou, volgens mij uh, mis ik nog een uh, diertje, maar goed. In ieder geval uh, deze mevrouw werd uh, uh, voor tijdens twee weken uh, lang in de, op de DC uh, gezien. Um, uh, ze kon uh, echt worden. worden. Um, en na deze twee weken kon ze naar de longafdeling gaan met nasale O2-zuurstof. En uiteindelijk kon ze met ontslag gaan met antibiotica en een pufje. Ik heb hier het vervolg ook. Dus tien dagen na ontslag werd de mevrouw teruggezien op de poli. Ze bleef minder fit. En werd de torx tegen gedaan. Als vervolg. En hier kunnen we zien uh, uh, de gevolgen van uh, deze heel ernstige ziekte. dat ze heeft doorgemaakt. Wat we hier zien is uh, fibroosveefsel uh, in de longen. Uh, dat is met, uh, met die rode uh, uh, cirkels uh, te zien. Um, en uh, we, hebben, we kunnen ook emphyseem zien. Uh, en dat, dat kunnen jullie zien met uh, uh, de pijltjes. Um, dus uh, er was ook uh, uh, redelijk uh, rest. Uh, uh, problematiek achtergebleven bij deze mevrouw. Uh, en uh, laatste punt. Uh, deze mevrouw heeft bij het navragen zich herinnerd dat ze een cliënt had met een vogel. En ze heeft deze cliënt bezocht. En uh, nou, voor hem is dat relevant, Daar ga ik nu hier uh, alles over hebben. Uh, dus, Psydachosen, wat is deze ziekte? Het is een zoonose van vogels. Daarom is het dus ook interessant dat ze iemand met een vogel heeft gezien, en een cliënt. Um, nou, wat is een zoonose? In Grieks eigenlijk zo, zo betekent uh, dier. En nosos is ziekte, dus is een ziekte van dieren. En het wordt veroorzaakt door uh, Clostridium Citaki. Um, nou, de overdraging naar de mens gebeurt meestal uh, of via gezelschapsvogels uh, of uh, gevogelte, kippen, etc. En de uh, in incubatietijd varieert. Het kan van vijf tot veertig dagen duren. Uh, en belangrijk is dat uh, bij glamidiën over het algemeen, ook, uh, ook de SOA, maar ook deze chlam uh, chlamydium psittaci, uh, uh, die zijn allemaal obligate intracellulaire parasieten. Dus die moeten in cellen, in cellen uh, 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 zich verdelen, want an anders werkt het niet bij deze bacteriën. Dus dat gebeurt in luchtzweefsel-epiteelcellen. Uh, uh, dan kunnen ook hier, jullie dat uh, hier zien, dat het binnen de cel, zo'n uh, inclusion body, dat zo heet dat in het Engels, uh, zichtbaar is. Uh, nou, dat kan ook spreiden via het bloed en onder andere in dit geval naar de lever en nieren. En kan dus ook systemische manifestaties geven. Uh, uh, dus het kan een breed spectrum van klinische presentaties hebben. In de meeste gevallen... Uh, uh, is gewoon een griepachtig syndroom, uh, niet, uh, niet zeer introverwekend... maar het kan ook uh, zonder klachten uh, zijn... maar ook met een fulminante ziekte presenteren met multiochambergetrokkenheid... zoals in dit geval, maar dat is uh, meer zeldzaam. Belangrijk is, het is niet gevoelig voor beta-lactam-antibiotica... zoals cefroxime, en dat was helaas de eerste keuze in dit geval. Dat uh, was de, uh, door, door de longarts uh, uh, voorgesteld... Ehm um, goudstandaard voor behandeling is de doxycycline... Uh, maar dat is ook gevoelig voor uh, fluoroquinolonen. En beide deze antibiotica werken op de DNA-vorming DNA, uh, van, uh, van de bacteriën. Dat is een ander mechanisme dan ceforoxime. Uh, nou, waarom deze casus? Uh, ik heb uh, uitgebreid gezocht in de literatuur... en ik kon geen andere casus van uh, psittacosepneumonie... met uh, uh, zulke systemische manifestaties uh, uh, vinden vooral bij een immuun patiënt. Dus dat vond ik heel interessant uh, voor, als onderwerp voor een klinische les. Uh, bij aankomst waren er verschillende discrepanties... tussen de ernst van de ziekte en het beeld van de patiënt... Uh, wat betreft testen, et cetera. Um, en de therapeutische beslissingen omtrent de keuze van empirische therapie... Uh, bij opname was ook een interessante punt. Um, uh, en uh, om iets meer hierover te zeggen... Volgens de Nederlandse richtlijnen eh, bij verdenking van een type pneumonie eh, eh, dien je te dekken met eh, ciprofloxacine eh, in met encefalosporine. Uh, in dit geval, als we, als we dat hadden gedaan, um, zou er geen vertraging zijn tot het, de start van een effectieve behandeling voor deze ziekte. Uiteindelijk allemaal goed gekomen, maar toch goed om te realiseren dat uh, uh, de richtlijnen mo moeten gevolgd worden en bestaan voor een reden. Um, dus take-home messages. Uh, bij patiënten met luchtwegklachten uh, en discrepatie tussen de mate van kortademigheid en uh, uh, objectieve metingen moet serieus worden genomen. Uh, bij immuungepromonteerde patiënten met uh, typische pneumonie en uh, uh, acute respiratory distress syndroom uh, is uitgebreid diagnostiek zeer belangrijk voor het toepassen uh, van uh, doelgerichte th therapie. En het starten van een empirische dekking voor typische verwerkers. Uh, uh, is een heel belangrijk voorstadium voordat uh, nou ja, de verwekking wordt geïdentificeerd en uh, doelgerichte therapie toegepast kan worden. En bij deze, uh, het was het eind van mijn presentatie in deze workshop, uh, dus mogen er vragen zijn.